We staan hier vandaag in Amsterdam bij de Amsterdam School of Real Estate. Een prachtige, moderne, vrij nieuwe ruimte. En naast mij staat Marielle Wieman, directeur van NEVAP. En even in het kort nog, NEVAP, waar staat dat voor en wat doet NEVAP? NEVAP is het Nederlands vastgoedexploitatieplatform. We zijn een kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatiesector. En onze doelstelling is de kwaliteit verbeteren en de innovatie aanjagen. En onze leden, dat zijn de directeuren en senior managers werkzaam bij de betreffende vastgoedorganisaties. Ja, allereerst is de ASRE lid van NEVAP. Daarnaast ook hebben wij in ons NEVAP-beleidsplan 2011-2013 opgenomen. Dus dat wij graag een actieve bijdrage willen leveren aan een opleiding vastgoedexploitatie. Omdat een van onze doelstellingen is uiteindelijk ook het professionaliseren van de vastgoedmarkt. En hierdoor kunnen wij daar een mooie bijdrage aan leveren. De opleiding is gestructureerd rondom de 7 kernthema's van NEVAP. We hebben die thema's in ons beleidsplan opgenomen voor de periode 2011-2013. En thema's zijn duurzaamheid, ethiek, ICT en techniek, ketensamenwerking, kwaliteit en service, risicomanagement en wet en regelgeving. En tijdens de opleiding wordt naast kennis ook heel erg nadrukkelijk ingegaan op de vaardigheden rondom die thema's. Er zijn heel veel innovatieve ontwikkelingen gaande, heel veel nieuwe wet en regelgeving. En de senior vastgoedprofessionals voor wie deze opleiding bedoeld is, die kunnen zich daarmee optimaal voorbereiden voor een toekomst in vastgoedexploitatie. Ja, deze opleiding speelt nadrukkelijk in op de verschuivingen in de markt. Vastgoedmanagement, van origine natuurlijk wel meer een operationeel tactisch vakgebied, schuift steeds meer op naar tactisch-strategisch. En deze opleiding is nadrukkelijk bedoeld om de huidige vastgoedprofessionals daarop voor te bereiden. Dus op de strategische, tactische vraagstukken die spelen rondom vastgoedexploitatie. Ik sta hier met Peter Tempelman, Program Director Executive Education bij de Amsterdam School of Real Estate. De Amsterdam School of Real Estate is bekend door haar opleidingen, het ASRE Research Center en het Vastgoed Informatiecentrum. Maar Peter, vertel eens, hoe is dit instituut ontstaan? De ASRE is ongeveer 20 jaar geleden opgericht op initiatief van een aantal brancheverenigingen in het vastgoed, de NVM. De IVBN en de NEPROM. En dat hebben ze samen gedaan met het toenmalige ministerie van VROM en de Universiteit van Amsterdam. En voor de rest is er ook nog sprake van ondersteuning in de vorm van sponsoren? We hebben ook circa 80 donateurs. Dat zijn verschillende bedrijven, woningcorporaties, vastgoedmanagementorganisaties, beleggers, die de ASRE een warm hart toedragen door middel van het donateurschap. NEVAP heeft ons begin dit jaar gecontacteerd om samen met hun een opleiding op te zetten. En wij werken als ASRE graag samen met kennispartners. De NEVAP is een innovatieplatform op het gebied van vastgoedexploitatie. En vastgoedexploitatie is een vakgebied waar nog geen opleiding op een hoog niveau voor beschikbaar was. Dus wij zien het ook als onze opgave om ook dat gebied, dat deel van de vastgoedkunde te bedienen met een hoogwaardige opleiding. Ja. En dat doen we dus door middel van de opleiding vastgoedexploitatie. De opleiding is gestructureerd rond de innovatiethema's van de NEVAP. Maar wij hebben bij de ASRE een bepaalde formule voor de sectoropleidingen waaruit ervaring is gebleken dat die goed functioneert. De opleiding duurt 12 dagdelen in 12 weken. Hij start in begin februari 2012 en eindigt begin mei. Wij werken ook met groepen met een maximum van 30, want we zien dat het netwerk, de netwerkfunctie, maar ook de interactie in de groepen bij 30 man optimaal is. Kenmerken van de opleiding zijn onder andere dat wij werken met docenten die hun spoor hebben verdiend in de praktijk en ook goed kunnen lesgeven, ook heel belangrijk. En we werken ook in een opleiding toe naar een bepaalde proeven van bekwaamheid. De studenten krijgen gedurende de opleiding instrumenten aangereikt en kennis. En aan het eind van de opleiding toetsen we die door middel van een opdracht of zij die kennis toepassen. En de praktijk heeft uitgewezen dat dat heel motiverend werkt voor studenten. De opleiding is gedreven door actualiteit. Dus de actuele thema's die komen absoluut aan de orde in de opleiding. En daarnaast kun je in principe de kennis die je in de opleiding opdoet, de volgende dag op je werk toepassen. Dus door actualiteit gedreven en praktijkgericht. Dat zijn twee belangrijke kenmerken van de sectoropleidingen.